Rini van Zolingen. Ook een dolfijn, ik zal hem niet tekenen. Hier is die. Vandaag hebben we met ruim 60 communicatieprofessionals hebben het gehad over wendbaarheid, dynamiek, snelheid van verandering in organisaties. En dat het vooral om gaat dat je kleine stappen neemt. De drie takeaways van mijn verhaal waren eigenlijk, nou, ten eerste dat je uit moet gaan van onvoorspelbaarheid. Dus omarm nou die onvoorspelbaarheid en ga er juist van uit dat het anders loopt dan gepland. Het tweede is, zet daarom kleine stapjes. Kijk naar wat het meest waardevolle is en maak dat zo snel mogelijk af. En het derde, ja, dat communiceren gaat vooral over de ander. Dus durf te ontdekken wat en hoe werkt en ga er niet vanuit dat je slim genoeg bent om het vooraf te bedenken. Wat ik heel belangrijk vond en heel inspirerend is het idee van agile werken dat je hele grote lange trajecten wellicht beter kunt ophakken in kleine stukjes. Eigenlijk vooral dat agile een houding is, een mentaliteit. Het is wat je bent, niet wat je doet. Wat ik morgen als allereerste ga doen, dat is nog beter nadenken over welk resultaat wil ik nou voor elkaar krijgen. En dan gewoon aan de slag. En dus te leren van het doen. Want van doen leer je meer dan van denken.